En natuurlijk hebben we in het Nederlands hebben een gezegde dat we zeggen dat angst een niet echt goede raadgever is, of een beetje dwaze raadgever. Maar het is wel zo dat angst verschillende gezichten heeft. En in het boeddhisme is het ook niet zo dat angst altijd verkeerd is. Maar soms dan kan het je zeker wel in de weg zitten. En heel vaak zelfs. En daar moeten we even goed naar kijken. Vooral ook zeker in deze tijd dat er allerlei veranderingen zijn in de maatschappij met betrekking tot de huidige crisis. Ook al is de grootste ellende waarschijnlijk al voorbij, zijn er toch nog wel vragen en daarmee ook angsten. Laten we eerst eens goed kijken wat angst is. En dan kunnen we het erover aan hebben hoe we er het beste mee kunnen omgaan. En ik hoop dat je daar dan iets mee kan. Nou, wat is angst? In de boeddhistische Abhidhamma, de Abhidhamma, dat is een geheel van definities en verdere uitwerkingen van de boeddhistische leer. Dat is een soort van boeddhistische encyclopedie, zou je kunnen zeggen. En soms wordt het ook wel omschreven, misschien een beetje te, in mijn inzien, als een soort van boeddhistische wetenschap. Maar het is in ieder geval een soort van verdere uitwerking van zeg maar de voetnoten van het boeddhisme. En hier daarin, in de boeddhistische Abhidhamma, worden de vijf verschillende angsten genoemd. En ik denk dat die nog steeds wel ook in de huidige tijd heel herkenbaar zijn. Angst in zaken je werk. Dat je bijvoorbeeld angst hebt over of je je werk kunt houden. Of je wel goed presteert in je werk, of je wel goed doet. Dat soort angsten kun je hebben. Angst voor kritiek, dat je bang bent dat mensen je kritiek zullen geven op je werk of in je vrienden en kennissen. Verlegenheid in een groep in sociale. Dat is een beetje vergelijkbaar met het is meer angst voor hoe mensen gaan reageren op je in het algemeen. En dat is natuurlijk nu tegenwoordig met de sociale media, is dat die angst ook een beetje op een groter niveau drukt het zich uit wanneer we bang zijn dat we niet genoeg likes krijgen en dat soort dingen. Dan is er natuurlijk de angst voor de dood. En dat is heel universeel. Je kunt natuurlijk zeggen van nou, ik heb niet heel veel vrienden en kennissen. En diegene die ik goed ken, daar heb ik geen angsten voor. En het kan ook zijn dat je op dit moment geen werk hebt. Of dat je geen behoefte op dit moment met pensioen bent of zo. Maar iedereen heeft wel een zekere relatie met de dood. En zelfs als je een klein kind bent, dan heb je misschien wel eens een enkele keer de vraag gesteld: wat is dat nu eigenlijk, de dood? Dus angst voor de dood is ook iets heel universeels. En we zullen het zo er ook over hebben dat die angst voor de dood, dat ook zelfs dat in het boeddhisme niet heel 100% duidelijk is, 100% eenzijdig, moet ik het zo zeggen. Het is wel duidelijk, maar het is niet 100% eenzijdig van. Dat is altijd verkeerd. En angst voor het ongelukkig hiernamaals, ja, dat ligt er natuurlijk aan waar je in gelooft. Maar in heel veel religieuze en spirituele contexten zijn mensen toch wel een beetje bang, in ieder geval, van wat is er eigenlijk na de dood? En vooral in de laatste fase van je leven kan dat zeker spelen. Nou, waar komt angst eigenlijk vandaan? Er zijn eigenlijk twee soorten angst in het kort, zou je kunnen zeggen. Ervaringen in het verleden, dingen die we in het verleden hebben meegemaakt en die er soms voor zorgen dat we een zekere schroom of een zekere
overdreven zorgvuldigheid in sommige dingen hebben. Als je ooit door een slang bent gebeten, dan heb je waarschijnlijk ook wel wat meer angst voor slangen dan andere mensen die nog nooit door een slang zijn gebeten. Als je ooit door een wesp bent gestoken, dan ben je natuurlijk ook wel banger voor wespen dan iemand die dat niet heeft gedaan. Angsten komen, hebben we daar vaak wel mee te maken. Ik kan me nog herinneren dat toen ik nog geen monnik was, dat ik rijles had. En dat op een gegeven moment zaten we in een in een wat krappere straat. En ik botste bijna tegen een auto aan die dus aan de zijkant stond. Dat was zo'n krappe straat. En die leraar die zei, vandaag gaan we een half uur lang alleen maar krappe straten doen. Omdat je anders dat moment gaat onthouden en dan krijg je angst. Dus vervolgens leidde hij me langs alle krappe straten van Nijmegen. En dan na een half uur was ik helemaal niet meer angstig voor krappe straten. Dat was voor hem zo belangrijk, omdat hij dacht... hij had daar ervaring mee, dat mensen dat gingen onthouden. En dan vervolgens angst kregen voor het rijden in het algemeen. Dus dat is belangrijk, ervaringen in het verleden. Maar ook verwachtingen over de toekomst. Hè. Als je bepaalde verwachtingen hebt over de toekomst, dan kan dat ook tot angst leiden. Dat is een beetje abstract om dat zo te zeggen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat heel veel angst te maken heeft met gebrek aan kennis. Eigenlijk alle angst heeft ermee te maken dat we geen kennis hebben over wat er in het verleden is gebeurd en wat er in de toekomst is gebeurd. Dat er bepaalde dingen zijn die we niet helemaal goed weten. En het woord onwetendheid in het boeddhisme, ik zal wel eventjes het bord erbij pakken, daar heb je een woord voor. Dat is eigenlijk niet exact hetzelfde als onwetendheid in Nederland. Dat noemen we in de oude Indiaanse taal, in het Pali, noemen we dat avijja. Die streepjes, dat geeft aan dat het een lange klinker is. Avijja is eigenlijk een soort van onwetendheid van... Het, als het ware niet helder kunnen zien van iets. En in het boeddhisme gaat dat heel ver. Avijja wordt zelfs omschreven als de oorzaak dat we niet onze vorige levens kunnen herinneren. Dus eigenlijk is het een natuurlijke situatie dat iedereen zijn vorige levens zou moeten kunnen herinneren. Nou ja, het gaat vrij diep als je er echt naar kijkt. En ik wil er niet te veel onderwerpen bij slepen. Maar avijja heeft dus heel erg te maken met een soort van toestand dat we dingen niet volledig weten. En dat we daardoor angst krijgen. Nou, dat is een beetje abstract allemaal. Maar wat kunnen we nu eigenlijk met angst? Nou, dan ga ik eventjes kijken. Hier hebben we een Barbie-pop die heel oud is al. En het, mensen hebben niet zo snel de neiging om zo'n Barbie-pop te kopen voor hun dochter. Mensen zijn in het algemeen geneigd om graag naar mooie mensen te kijken en jonge mensen. En we hebben dus ook angsten voor ouderdom. Nu, er is angst als een vriend en angst als een vijand. Soms zeggen we in Nederlands ook wel eens ijdele vrees. Dat is een beetje oud-Nederlands. Angst kan je soms in de weg zitten en soms niet. Soms kan het je juist wel helpen. En dus heb je in het boeddhisme niet dat je een heel duidelijk ja of nee hebt met betrekking tot angst. Sommige angsten worden gezien als een middel om jezelf te ontwikkelen. En sommige angsten worden gezien als een probleem waar je eigenlijk iets mee moet. Of in ieder geval waar je gelukkiger van zou worden als je er iets aan mee zou kunnen. Angst als vijand is angst die voortkomt uit begeerte. Dat je bang bent iets te verliezen, dat je heel erg vasthoudt aan iets.
angst uit haat. Dat je, als je een hekel hebt aan mensen, dan heb je ook heel snel de neiging om allerlei angsten erbij te bedenken. Zoals we in de vorige les 2 weken geleden hebben geleerd, misschien weet je het nog, er zijn 9 soorten boosheid. En daar zie je aan de rechterkant van deze tabel, zie je dat zodra we dus bepaalde verwachtingen hebben over dat iemand ons zou kunnen kwetsen, of dat iemand je dierbare zou kunnen kwetsen, die enge buurman, die kan misschien mijn zoon of mijn dochter lastigvallen. Nou, als je dat soort gedachten hebt, dan is dat vaak gebaseerd op een vorm van boosheid, of een vorm van misschien ook wel een bepaalde verkeerde kijk op de werkelijkheid. En dan heb je dus achterdocht en angst. Omdat, het kan natuurlijk wel zijn dat je ook angsten hebt die terecht zijn. Soms kan het zijn dat je angst gebaseerd is op werkelijkheid. Maar soms dan is het niet gebaseerd op werkelijkheid. Als het niet gebaseerd is op werkelijkheid, op feiten, dan noemen we dat angst uit verwarring. Verwarring, moha. In het oude Pali. Moha is verwarring, of in het Engels noemen ze dat delusion. Maar dan heb je wel ook nog een soort van angst die wordt omschreven als iets wat we kunnen ontwikkelen, namelijk zorgvuldigheid. Wat ze in het Engels noemen caution. Caution of zorgvuldigheid, voorzichtigheid met betrekking tot je handelen. Ik denk dat dat een soort deel is van de definitie van verantwoordelijkheid. Als je verantwoordelijkheid bent, dan ben je er eigenlijk bewust van dat je, als je een fout maakt, dat er dan negatieve gevolgen zijn. En dat je daar voorzichtig mee bent. En misschien is dat ook wel een soort van angst, maar omschrijven het misschien meer als voorzichtigheid. Nou, die voorzichtigheid, dat is dus eigenlijk wanneer een angst een vriend kan worden. Bijvoorbeeld als ik nu meditatie begeleid, dan kan het zijn dat een gedachte in mij opkomt, ik moet het wel even goed doen, ik moet er even goed voor gaan zitten, ik moet er zorgvuldig voor zijn. Dat is een gedachte die gebaseerd is op de werkelijkheid. Als ik het niet goed doe, dan hebben mensen, dat is toch een nadeel, en mensen hebben dan een tijd verspild. Dus met andere woorden, daar is wel een redelijke voorzichtigheid. Maar zodra je natuurlijk gaat zeggen van, oh, ik ben iemand die helemaal geen meditatie kan begeleiden, ik ben er helemaal niet goed in, en je hebt daar allerlei hele negatieve beelden bij, dan wordt het in feite, is het niet meer gebaseerd op de werkelijkheid. En dan is het dus wat we noemen die onwetendheid waar we eerder naar keken. Dus die angst kan dus een vriend zijn in de zin dat een angstige gedachte of een voorzichtige gedachte op zich niet verkeerd is. Maar het wordt dus een probleem zodra we er allerlei emotionele reacties en een zekere verdraaiing aan gaan koppelen. Zo is zelfs ouderdom, ziekte en dood en lijden wordt in het boeddhisme niet gezien als iets waar we, wordt wel gezien als iets waar we soms een zekere angst of een zekere weerzin van kunnen hebben. Wordt niet gezien als iets verkeerds. En we associëren het boeddhisme vaak met allerlei zelfhelptheorieën van, nou, je moet alles accepteren. En dus ook ouderdom, ook deze mooie oude Barbiepop. Maar er is ook een kant in het boeddhisme waarin we zeggen van, nou, ouderdom, ziekte en dood, dat is een vorm van lijden in het leven. En als je dus weet van jezelf dat er bepaalde dingen zijn die je nu goed zou kunnen doen, maar in de toekomst misschien niet meer als je ouder bent. En je bent daar voorzichtig over, je denkt van, nou, Ik kan nu alle goede dingen doen waar ik nu nog tijd voor heb. En straks als ik ouder ben, dan heb ik daar misschien minder mogelijkheid toe, minder energie voor.
Minder gezond ben ik dan minder gezond. Daarom ben ik nu heel voorzichtig. Of ik ben nu, ik probeer nu zoveel mogelijk uit mijn leven te halen. Dat is een soort van voorzichtigheid. Dat is een soort van bewustzijn. Dat we ook wel soms beschrijven als een angst of een vrees voor de beperkingen van de bestaanscyclus. Klinkt een beetje, beetje grote mond vol. Maar ja, het bewustzijn dat we allemaal oud worden, ziek worden en doodgaan. En in het boeddhisme zit daar ook het idee achter dat we niet alleen in dit leven oud worden, ziek worden en doodgaan, maar in meerdere levens. Dus ook het idee van, nou, ik wil mezelf ontwikkelen, zodat ik beter om kan gaan met deze zaken. En er is natuurlijk ook het ideaal in het boeddhisme van het nirvana, het overstijgen van deze zaken. Maar dat is nu misschien een beetje te veel om allemaal over te gaan vertellen. Dus je bewustzijn van de beperkingen van het leven en je bewustzijn dat we soms, als we niet voorzichtig zijn, dingen verkeerd kunnen doen. Bijvoorbeeld als je met je auto aan het rijden bent en je bent voorzichtig, je hebt er zekere angst voor dat je niet iemand wil aanrijden, dat is een zekere, een redelijke angst en daar is helemaal niks mis mee. Maar als we nu natuurlijk heel emotioneel en angstig voor worden, wat ik net zei, van dat je als het ware denkt dat je elk moment misschien wel auto's aan de zijkant kunt raken, omdat je zekere angst hebt gekregen voor kleine straatjes, dan is dat natuurlijk angst als een probleem, dan wordt angst een vijand. Dus het is heel goed om dat onderscheid te maken en je ook je angst niet meteen als een vijand te zien. Maar juist te kijken van, nou, die gedachten die bij mij opkomen, zijn die misschien nog wel feitelijk? Is het nog wel gebaseerd op realiteit? Of zitten die onwetendheid bij nu? En als die onwetendheid begint de boel te verdraaien, dan kan het zijn dat we inderdaad, dat er allerlei reacties op die angst komen die niet echt kunnen helpen. Zeg dat je morgen een sollicitatiegesprek hebt en je bent daar angstig over. Kijk, zodra je het gevoel hebt, deze angst die motiveert mij om zorgvuldig te zijn en me goed voor te bereiden, dan is dat een redelijke angst. Maar zodra je het gevoel hebt, ik ben nu heel bang en ik durf niet meer op te staan, ik durf niet meer naar dat sollicitatiegesprek te gaan, dan heb je in feite, is je angst als het ware gehijacked, gekaapt door die onwetendheid en al die negatieve emoties en onrealistische percepties. Dus dat is een beetje het onderscheid. Angst als vijand en angst als vriend. En allebei komen we ze tegen in boeddhistische teksten. Maar voordat ik wil nu niet vandaag allemaal verhalen uit de boeddhistische teksten gaan vertellen. Dat doe ik al heel veel. Maar ik wil graag een verhaal vertellen van een schip. Een schipbreuk. En een verhaal wat echt gebeurd is. Dit is een verhaal wat al een tijdje geleden gebeurd is. En ik denk dat we het hebben over 2 eeuwen terug ongeveer. Was er een schip en dat heette de Essex. Dat kun je opzoeken. En dat schip, er was een walvis die dat schip raakte, waardoor het schip begon te zinken. En er waren een aantal mensen die wisten te overleven op een bootje te klimmen. Die in een bootje wisten te klimmen op tijd en uit het grote schip wisten te komen. Een soort van schipbreukeling, zeg maar. En deze mannen die allemaal in deze boot zaten, die moesten nu een plan gaan maken wat ze nou gingen verder doen om te overleven. Maar gelukkig konden ze wel een beetje, indicatie hadden ze wel een beetje waar ze naartoe gingen. Ze hadden wel ervaring met navigeren, zeg maar. En dus besloten ze van, nou, dus gingen ze met elkaar praten, waar gaan we nu heen?
En het bleek dat ze eigenlijk vlakbij een eiland zaten, een eiland in de buurt. En heel ver van Zuid-Amerika af. Wel vrij ver van Zuid-Amerika af. Maar vlakbij een eiland in de buurt. Maar er gingen geruchten over dat eiland, dat er allerlei, hoe noem je dat, vleeseters op dat Kannibalen. eiland zaten. Sorry? Kannibalen. Kannibalen. Kannibalen op dat eiland zaten. En dat die mensen op dat eiland, die zouden misschien wel hun kunnen opeten. En dat was heel erg natuurlijk. En daar waren ze zo bang van. Dat vonden ze zo gebrek aan beschaving. En dat vonden ze zo wild en zo ver van hun 19e of 18e eeuwse kijk op de werkelijkheid. Dat was het laatste wat ze wilden. Dus in plaats van dat ze alleen maar nog misschien 10, 20 kilometer moesten afleggen naar dat eiland toe, moesten ze honderden kilometers nog, misschien wel 1000 kilometer nog, helemaal naar Zuid-Amerika. En dat ging om dagenlang reizen. En terwijl ze daar zo aan het reizen waren, toen hadden ze dus geen eten. En uiteindelijk duurde het zo lang dat ze elkaar begonnen op te eten. Dus het feit waar ze zo bang voor waren geweest dat ze op een eiland zouden stranden waar mensen aten en kannibalen waren, uiteindelijk bleek dus dat die angst als het ware zichzelf bevestigde. En uiteindelijk begonnen ze elkaar op te eten omdat ze simpelweg ervoor hadden gekozen. Een hele verre bestemming die ze goed kenden op te gaan zoeken. Dus omdat ze zo gewend waren aan het bekende en het onbekende zo angst, zo bang voor waren, dat was eigenlijk niet meer feitelijk. Toen kwamen ze dus in de problemen en uiteindelijk werden ze zelf kannibalen. Dit verhaal is een heel gruwelijk verhaal, eigenlijk heel erg luguber. Maar het illustreert wel hoe angsten soms heel erg een probleem kunnen zijn. Vandaag de dag zijn er in Nederland ook steeds meer samensweringstheorieën, die vaak ook heel erg gebaseerd zijn op onwerkelijke angsten, die een heel groot probleem zijn. En dit is waarschijnlijk ook een serieus thema volgend jaar, wanneer de vaccinaties uiteindelijk klaar zullen zijn. Want we moeten in Nederland 70% van de bevolking moet gevaccineerd zijn om überhaupt immuniteit van de bevolking te kunnen bereiken. En je kunt nooit iemand forceren om te vaccineren. Vraag maar de mensen in Staphorst en dergelijke. En dus in feite heeft het te maken met een heleboel, een soort van kijk op de werkelijkheid, die soms niet, misschien kun je zeggen, nou, iemand die een hervormd of gereformeerd christen is, die heel streng is en die gelooft dat het de wil is van God om ziek te worden of gezond te blijven. Dan kun je nog zeggen, misschien is het niet gebaseerd op angst, het is een bepaalde kijk op de werkelijkheid. Maar als je natuurlijk gelooft dat alles is gebaseerd op dat als je vaccina dat je ja, alleen maar ziek wordt omdat je toevallig in een 5G-netwerk zit, dan heb je het in feite over angsten die ook heel moeilijk feitelijk zijn te bevestigen. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen wat is nu verkeerd en wat is goed in dit soort zaken. Maar zodra we dus een angst hebben, kan dat dus de mensen om ons heen ook beïnvloeden. En angsten kunnen om ons heen slaan, net als ziektes. En zo kunnen we dus in de problemen komen. Er is een Jataka, een verhaal van in de boeddhistische teksten hebben we het vaak over Jatakas. Jatakas, dat zijn geboorteverhalen. Het zijn in Nederland ook een aantal, in Nederlandse taal zijn er ook een aantal vertaald. Jataka, geboorteverhaal. Dat zijn vorige levens van de Boeddha.
Maar het zijn in feite een soort van verhalen, sprookjes, legendes. En die verhalen, die hebben vaak die hebben bijna altijd een moreel of een moraal van het verhaal. En dat moraal, dat is soms haalt de Boeddha dat zelf aan. Dus in een van de Jataka's zegt de Boeddha spreekt over een konijn. En dat konijn wordt door een kokosnoot geraakt. Die valt op hem en daardoor springt hij op en begint hij te rennen. En is hij heel erg bang en zegt er is een aardbeving, er is een aardbeving. En iedereen in het bos begint, alle dieren in het bos beginnen te rennen en te rennen en te rennen. Er is een aardbeving, er is een aardbeving. En uiteindelijk rennen ze allemaal achter elkaar aan. En uiteindelijk op een gegeven moment weet niemand meer waarom ze eigenlijk, hoe ze eigenlijk weten dat er een aardbeving is. En ze rennen en ze rennen en ze rennen. En eigenlijk weet niemand meer, heeft niemand echt feitelijk nog gecheckt van wat zijn eigenlijk je bronnen voor het feit dat er een aardbeving is. Heb je dat gelezen op Wikipedia dat er een aardbeving is? Of enzovoort. Nou ja, en op een gegeven moment krijg je dus dat er een hele wijze leeuw, heel vaak in Jataka-verhalen is er een wijze leeuw of een wijs hert. De herten komen er meestal ook wel vrij goed vanaf in de Jataka's. En deze wijze leeuw, die vraagt dus van wie heeft jou dit verteld en dit verteld. En hij vraagt dus al die dieren. Uiteindelijk komt hij dus achter dat de bron dat konijn is. Het is niet helemaal duidelijk of het een haas is of een konijn, maar dat is een detail. En dat konijn gaat vervolgens dus vertellen wat er is gebeurd. En dan weten ze dus allemaal, ja, maar dat is helemaal geen aardbeving. Het is gewoon een kokosnoot die op je hoofd viel. En zo heb je dus, dat verhaal wordt dus ook door de Boeddha zelf aangehaald. Wanneer er dus conflicten plaatsvinden in de monnikengemeenschap in de tijd van de Boeddha. Dus dan hebben we het over 2500 jaar geleden of ongeveer rond die tijd. En dan haalt hij dus dat verhaal aan en zegt hij van we moeten wel zorgvuldig zijn met de informatie die we horen. Want als we zoiets horen en we weten niet precies wat het is en dan gaan we vervolgens allemaal in paniek komen, dan hebben we uiteindelijk een groot probleem. Dus angst is niet alleen een persoonlijke attitude. Het is ook zeker iets wat ook anderen kan beïnvloeden. Daarom is het zo belangrijk om te blijven de vraag te stellen aan onszelf van die dingen die we nu zeggen en doen en denken, die ze gebaseerd zijn op angst, zijn dat angsten die ons te vriend zijn of vijand. Nu, we hebben het al behoorlijk lang gehad over angsten die onze vijand zijn. Maar als we nu het hebben over die voorzichtigheid, hè, die angst als vriend. Dat is ook nog wel, ik ga daar nog even een paar overslaan. Maar angst als vriend is bijvoorbeeld ook een voorbeeld dat we daarvan kunnen noemen. Is bijvoorbeeld dit reclamebord. Wat is het, een dromedaris? Of een kameel? Dromedaris één bult. Oh ja, dromedaris één bult, hè? Ja. Maar waarom heet het dan camel? Nou, dat was een beetje flauwe grappen. Maar dit is dus een reclamebord. Discover more. En dan staat eronder, volgens de Nederlandse wet moet dat eronder. Roken is dodelijk. Dus hoe meer je ontdekt, hoe meer je erachter komt dat roken dodelijk is. Dus in feite is dat een reclamebord dat als doel heeft om mensen aan het denken te zetten. En je zou die voorzichtigheid zou je ook kunnen beschrijven als een zekere angst. In feite, de mensen die boodschappen bedacht hebben, inclusief de nogal lugubere foto's van lichaamsdelen en zo die je tegenwoordig op sigarettenpakjes vindt. Je kunt tegenwoordig meer leren over de anatomie van het lichaam in een sigarettenwinkel dan in het ziekenhuis. En dat is dus in feite, ja,
is het allemaal bedoeld om je aan het denken te zetten. En de Boeddha die zegt zelf ook van soms als we kijken naar, als we een verkeerde gewoonte afleren, als we iets willen afleren of iets, zekere voorzichtigheid willen ontwikkelen, dan zijn er drie manieren om dat te doen. Je kunt van jezelf uitgaan en jezelf bijvoorbeeld de vraag stellen, nou, als ik nu die sigaret opsteek, dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel kijken. En dan denk ik van, ja, hè, als ik nu nog steeds niet van dat roken af kan komen, dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel kijken. Nou, dat is een verkeerde gewoonte afleren vanwege jezelf. En dan heb je een verkeerde gewoonte afleren vanwege de ander. Ik ga niet meer roken, want ik ben nu ouder. Ik ben nu een vader geworden. En ik noem een voorbeeld, hè? Ik ben geen vader. Zou wel een mooie boel zijn. Maar ik ben geen vader geworden. Maar ik noem een voorbeeld. Vanwege de ander kunnen mensen soms ook een gewoonte afleren. Vanwege de Dhamma is ook een reden. Dat is eigenlijk de meest diepgaande reden die de Boeddha noemt. Vanwege de Dhamma wil zeggen dat je voor jezelf vanuit gaat dat het gewoon niet goed is voor een mens om je slecht voor je lichaam te zorgen. Om een sigaret op te steken en daarmee je lichaam kapot te maken. Dat is, want je lichaam, dat is gegeven door je ouders. Je lichaam, dat is een heel kostbaar bezit. En daar kunnen we heel veel goede daden mee doen. Het menselijk lichaam is heel kostbaar. En dat is dus een soort van redenering die niet zozeer te maken heeft met schaamte of angst dat anderen ons gaan kritiek gaan geven of dat we anderen kwetsen, maar meer simpelweg een soort moreel principe. En deze drie zijn alle drie goed, zijn alle drie mooi. Maar we kunnen dus alle drie gebruiken in ons dagelijks leven. En alle drie, en de Boeddha zegt zelf ook van, er zijn soms dingen die we verkeerd doen, die niemand ziet. Maar als we het zelf zien, dan is het toch geen geheim, omdat we het zelf hebben gezien, omdat we het zelf. Dus ja. Als we ooit stiekem geld van iemand pakken of zo, en er zal nooit iemand achterkomen, maar dan zijn we er zelf wel achter gekomen. En zo kun je eigenlijk zeggen dat alle dingen in het leven, dat er eigenlijk niks verborgen is in het leven. Want zelfs de dingen die niemand ziet, die zien we zelf. Dat is eigenlijk het hele idee van angst als een vriend. Dat je eigenlijk kijkt van nou, een zekere voorzichtigheid, een zekere verantwoordelijkheid voor je medemens. Maar ook een zekere besef dat je iets verliest als je dit en dit wat verkeerd is gaat doen. Maar er zijn dus ook angsten die niet echt je vooruit helpen. Eén ding wat zo'n beetje tussenin zit, is angst voor de dood. Wat ik ook al zei, van soms dan is er zekere voorzichtigheid, een zeker besef dat je dood kunt gaan, is natuurlijk wel goed. Ja, als iemand bijvoorbeeld zegt van nou, coronavirus, dat bestaat niet en ik ga er niet aan dood en ik leef nog heel lang, dan heb je in feite een zekere voorzichtigheid die je mist. Dus er is een angst voor de dood die je zou kunnen omschrijven als voorzichtigheid die niet verkeerd is. Maar er is ook een angst voor de dood die je ongelukkig maakt. En er zijn vier dingen die de Boeddha noemt met betrekking tot de angst voor de dood. Ik heb het al een keer eerder genoemd in een online avond. Toen ik vertelde over omgaan met de dood. Daar heb ik ook een keer over gesproken. En dat was nu een maand geleden, denk ik. En toen noemde ik het ook op. Ik zal nog even kort het doornemen. Geen angst voor de dood is... komt omdat we niks materieels hebben waar we ons aan hechten. Dat is een van de dingen. En je ziet tegenwoordig dat heel veel mensen heel erg bezig zijn met minimalisme.
Minimalisme is een beetje zo'n trend die nu aan het opkomen is. En het is wel, er zit wel een mooie kant aan. Ik weet van mijn moeder bijvoorbeeld dat die heel minimalistisch is. En dat die eigenlijk heel lang altijd nadenkt voordat ze iets koopt, voordat ze iets gebruikt. Ik geloof dat ze... Het heeft ook heel lang geduurd voordat mijn moeder een fluitketel weggooide en een waterkoker in de plaats van neerzette. ze zei van waarom moet je het hebben, zo'n waterkoker? De fluitketel werkt gewoon goed. Als je niet te veel hecht aan het materiële, wat hier omschreven is als zintuigelijke genoegens, maar daarmee bedoelt de Boeddha het materiële, de dingen om ons heen, het zintuigelijke, het waarneembare wat ons pleziert. En dat, als je daar niet te veel mee bezig bent, dan heb je ook minder angst voor de dood. Waarom? Hoe meer we ons vast gaan klampen aan al die materiële dingen, zoals bijvoorbeeld een mooie auto, een groot huis en al die dingen, hoe meer je bang kan worden dat je die dingen op een dag moet achterlaten. En dan heb je ook de angst voor het verlies van je eigen lichaam. Hoe meer je investeert in je eigen lichaam, het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om goed voor jezelf te zorgen, maar hoe meer je dus eigenlijk probeert de dood en ouderdom te vermijden, door allerlei manieren, door je haar te verven en al die dingen, hoe meer je eigenlijk die angst voor de dood bevestigt in jezelf. Dan hebben we ook het feit dat je een zekere vreugde hebt over alle goede dingen die je hebt gedaan. Dat is ook een manier om sterker te staan met betrekking tot de dood. Dus het laten van het onheilzame en het doen van het heilzame. Dus heilzame in het boeddhisme, dat is altijd hetzelfde als goed. Je hebt goed en slecht, heilzaam, onheilzaam. En ik zal dat nog eventjes kort herhalen. Ik heb daar nu niet heel veel over gesproken. Dus in de boeddhistische ethiek hebben we altijd die twee tegenstellingen. Lijden en het geluk. Soms ook wel omschreven als opheffing van lijden. En dan heb je dus ook gedrag of dingen die we doen die leiden tot meer lijden of tot meer geluk. Als het leidt tot meer lijden, dan noemen we het onheilzaam. En als het leidt tot meer geluk, dan noemen we het heilzaam. En dat noemen we in het Pali, noemen we dat akusala. Oh. En kusala. Akusala is gebaseerd op begeerte, haat en verwarring. Dus die negatieve emoties en onrealistische percepties waarover ik eerder heb gesproken. Ik noem ze nu maar even BHV. En dan heb je aan de andere kant goede kwaliteiten, zoals wijsheid. Ik noem maar wat wijsheid. Compassie. Vergeving. Dus in feite zie je hier die twee tegenstellingen. Sommige mensen zeggen dat het boeddhisme geen tegenstellingen kent. Dat er geen dualisme is in het boeddhisme. Dat is niet helemaal correct. Het is wel zo dat we in meditatie een zekere... vaak ervaren dat het dualisme wat we zo voorkeur hebben voor dit en de afkeur tegen dat, dat we dat leren om daar voorbij te gaan. Maar dat is voor- en afkeur. Dat is niet hetzelfde als dat je zegt, dit zorgt ervoor dat ik gelukkig ben en dit maakt me niet gelukkig. Je kunt wel met een heleboel manieren kijken naar dat sigarettenpakje, maar het maakt je nog altijd niet gelukkig. Dus als mensen zeggen, is er dualisme in boeddhisme? Dan kun je zeggen, denk eens aan een sigarettenpakje. Maar je moet natuurlijk wel altijd genuanceerd blijven.
Dan hebben we de laatste reden waarom er sommige mensen geen angst hebben voor de dood. En dat is vastbesloten zijn over wat werkelijk is. En dat is eigenlijk de Boeddha's omschrijving van de verlichting. En dat is natuurlijk een beetje voor mensen zoals jij en ik een beetje ver van je bedshow. Maar we moeten niet vergeten dat wanneer de Boeddha onderwijst, dan is het altijd, als je het erg vindt, ga ik nog een keer terug naar het bord. Wanneer de Boeddha onderwijst, dan is er één ding wat je altijd kunt kijken. Dat het begint bij het simpele. Het begint bij de basis. Het begint bij de basis, laat ik het zo zeggen. En het gaat helemaal tot het ultieme. Dus als je bijvoorbeeld leert over de vier dit of de acht dat of de zeven dat in het boeddhisme, dan kun je altijd zeker zijn dat de eerste de meest basale, de meest basisding is en de laatste de ultieme. Dus de manier waarop de Boeddha zijn leer organiseerde, zijn leer rangschikte, ging altijd van begin naar einde. Dus wanneer we kijken naar deze kwaliteiten waar ik eerder over sprak. Dan zie je dus ook hier dat weer terug. Dat we beginnen met de basis. Het leren loslaten van het materiële. En dan uiteindelijk gaat de Boeddha helemaal naar de verlichting toe. Maar als hij meteen zou zeggen, word verlicht. Waarom word je niet verlicht? Ja, dat is natuurlijk iets wat we niet allemaal kunnen. Dus hij begint met de basis van leren een beetje het materiële los te laten. Leren niet te veel vast te houden aan ons eigen lichaam. Leren positieve daden te doen, goede daden. Met vriendelijkheid en respect anderen behandelen. En ook tijd vinden voor studie en meditatie in je leven. Al die dingen die leiden uiteindelijk allemaal tot een wat meer, een meer heldere en een wat meer gezonde manier om met de dood om te gaan. En ook door het feit gewoon dat je erop reflecteert, is de angst voor de dood ook anders. Als je bekend bent, als je het actief houdt in je leven, dat we allemaal op een dag dood kunnen gaan, dan is het niet meer zo beangstigend als je het niet heel jezelf er onbekend mee maakt. Dus in dit soort plaatjes, het is natuurlijk een beetje een grappig plaatje, maar het laat wel zien dat we allemaal, ja, dat het leven heel fragiel is. Dus als je daar niet te moeilijk, niet te angstig voor bent, dan is het ook makkelijker om eraan te denken. Ten slotte wilde ik nog eindigen met de andere kant van het verhaal. We hebben het heel veel over angsten gehad. En we hebben het ook gehad over hoe kunnen we er nou mee omgaan. Op een manier dat we enerzijds voorzichtig zijn, maar anderzijds ook niet te veel worden geleid door angsten die niet realistisch zijn. Maar er is natuurlijk dat je kunt ook natuurlijk een stukje verder kijken en zeggen van, hoe kunnen we moedig worden in het leven? Hoe kunnen we meer vertrouwen hebben? Ja. Of zoals ze in Amerika in het Engels graag zeggen, zelfwaardering vinden ze heel belangrijk. In Nederland spreken we meer van zelfvertrouwen. Maar dit zijn eigenlijk 5 dingen waar je naar kunt kijken, die je meer moed geven in het leven. Nu, de eerste ligt een beetje moeilijk in Nederland, geloof. Om het er maar extra bovenop te leggen, heb ik ook nog eens een Boeddha-beeld erbij gedaan. Geloof in het boeddhisme is niet zozeer dat je je tot een bepaald geloof bekeert, of dat je lid wordt van een bepaalde kerk. Maar geloof in het boeddhisme betekent de overtuiging dat onze goede daden leiden tot goede vruchten. Dus dat de goede dingen die we doen, dat die ertoe leiden dat we gelukkiger worden en dat we ook andere mensen gelukkiger kunnen maken. En dat we ook goede dingen in het leven aantrekken.
Dus een overtuiging met betrekking tot karma. Dat alle goede dingen ertoe doen. Alle goede dingen die we doen, doen ertoe. En geloof heeft ook te maken met verlichting. Dat idee dat de Boeddha verlicht is. En dat er zoiets bestaat als de verlichting. Maar dat is alweer gekoppeld ook aan het idee van mensen zoals jij en ik kunnen onszelf ontwikkelen, kunnen beter worden en kunnen op een dag ook, net als in het voorbeeld van de Boeddha, de verlichting bereiken. Nu, verlichting gaat er misschien een klein beetje ver, maar geloof begint eigenlijk met die basis, het basisidee van alle goede dingen die we doen. Ook al ziet niemand het, die vrijgevigheid, respect dat je die hebt voor de ander, die respect voor je ouders, je leraren. En ook de vermogen om de ander te vergeven. En vast te houden aan je morele principes. Al die zaken. En de tweede gaat daar ook verder op in. Morele principes, ethisch gedrag, ethische principes. Dus als je je vaak houdt aan je morele principes, dan ontwikkel je daar ook meer moed door. En zo zou je kunnen zeggen dat moed of het vermogen om je vast te houden aan je principes, dat dat eigenlijk zichzelf versterkt. Dus hoe meer beslissingen, hoe vaker je kiest voor je principes, hoe vaker ook je die moed hebt om dat te blijven doen. Geleerdheid wil zeggen dat als we de dingen heel goed gebestudeerd hebben, dat we dan ook minder snel geneigd zijn om ons door angsten te leiden of door onzekerheid. Hè, dus als we bijvoorbeeld goed weten, met betrekking tot bijvoorbeeld de coronacrisis, als we goed weten wat is veilig en wat is niet veilig, dan zijn we ook minder angstig. Maar als je ook naar andere dingen in je leven kijkt, komt die geleerdheid ook vaak goed van pas. Kennis van zaken helpt je om zekerder in het leven te staan. Inzet, als je vaak iemand bent die actief is en niet zo snel lui, zeg maar, om een zwaar woord te noemen, dan heb je ook minder snel de neiging om werk op te blazen. Als je snel de neiging hebt van, nou, dit kan ik, dit is niet moeilijk, dan heb je ook niet de neiging om het werk, om iets wat je nog moet doen, om het op te blazen. Als je aan de andere kant kijkt naar, als je de gewoonte hebt om iets voortdurend uit te stellen, dan zie je ook vaak dat als je iets uitstelt, dat ding wat je nog moet doen, dat het ook steeds groter wordt en angstiger. Steeds beangstigender als je iets vaker uitstelt. En daarom is gewoon de gewoonte van inzet, de gewoonte van actief te zijn, is op zichzelf al iets wat tot moed leidt. En ik denk dat meditatie daar ook heel erg bij helpt. Meditatie geeft je ook een zekere balans tussen die passiviteit en die activiteit. Dat je niet te actief bent, maar ook niet te passief. Wijsheid is tenslotte de belangrijkste kwaliteit. In boeddhisme, als er geloof staat, dan staat er altijd wijsheid ook bij. Dat is iets wat altijd een principe is. Dus als de Boeddha met geloof begint, dan eindigt hij altijd met wijsheid. Dus het is nooit alleen geloof. Geloof op zich is nog niet compleet. Er moet altijd wijsheid bij komen. Anders heb je blind geloof. En wijsheid is in feite het vermogen om jezelf en de wereld beter te begrijpen. En met betrekking tot het morele en het goede en het mooie leven. Dus als we meer weten over het goede en mooie leven, en we hebben ook de overtuiging dat we dat ook kunnen doen, en de inzet en de principieel zijn daarin, dan heb je in feite een hele sterke basis om moedig te zijn. En moedig zijn kan iets heel krachtig zijn. Je kunt heel veel mensen daarin helpen. Doordat je met goede moed
je dag begint en ja, naar de ander stapt en naar de ander glimlacht en de ander, nou, misschien nu niet een schouderklopje, maar een soort van afstand, schouderklopje op afstand geeft, dan heb je in feite iets heel moois. Waar je voor jezelf en anderen, kun je daar heel veel voor betekenen als je die moed hebt. Maar dat hebben we natuurlijk niet altijd. En dat is juist het hele idee van dat je iets ontwikkelt. Hè? Dat het nog niet helemaal stabiel is, maar dat het stabieler wordt. En dat is denk ik de meest krachtige manier om naar angst te kijken. Dat van, hé, hoe kan ik het tegendeel ontwikkelen, namelijk moed? Maar om nog even tot in de conclusie alles op een rijtje te zetten. Angst kan zowel een vijand zijn als een vriend. Maar we kunnen leren het onderscheid te kennen. En doordat we dus goede kwaliteit ontwikkelen, bijvoorbeeld meditatie, gebruiken we angst op de juiste manier. Dus we zien dat er angst is en dat we daar niet helemaal, dat we het niet helemaal het raam uit kunnen gooien, zeg maar. Maar die angst, daar gaan we op een zorgvuldige en wijze manier mee om. En dan neemt het je, heeft het niet zoveel vat op je. Maar de grootste deel van de angsten zijn natuurlijk vaak gebaseerd op niet de werkelijkheid. En als we dat weten en we denken daarover, staan daarbij stil, dan kunnen we ook leren om in het leven moediger te zijn en ook gelukkiger. Dus daar wilde ik het voor vanavond mee eindigen, op een positieve noot, hoop ik. En ja, dan is er nog tijd voor vragen, opmerkingen, wat je wilt.